Ria Mutter uit Dalfsen is er helemaal klaar mee. Sinds zij zich 2 jaar geleden roerde tijdens een protest tegen de bouw van een landbouwinstallatie van boer Huisman, wordt ze stelselmatig bedreigd. Eergisteren postte ze op sociale media een bericht dat ze de dreigementen helemaal zat is. De dreigbrieven van maart, april zie ik er één. In totaal 6 dreigbrieven. 6 dreigbrieven. Ja. En waarom wordt u bedreigd? Ik word bedreigd omdat ik vorig jaar 2015 bij de demonstratie aanwezig was. Bij de demonstratie, zeg maar, tegen de koolvergister. In Dalfsen. Ja. En daar, dat is enigszins uit de hand gelopen doordat u een klap heeft gekregen. Ja, klopt. Wat ontkend werd door de boer. Ja, klopt. Ja. Is de politie op de hoogte van dat u dreigbrieven heeft ontvangen? Ja. Elke dreigbrief hebben we de politie op de hoogte gebracht. In het begin deden ze er eigenlijk niets mee. De laatste dreigbrief vonden ze toch wel zo heftig dat het toch naar de recherche is gegaan. En daar hebben we nog geen berichten over. Weet de burgemeester hiervan? Daar ga ik vanuit, want hij heeft maandelijks contact met de politie. Maar heeft hij al eens contact met u opgenomen? Wij hebben contact met hem opgenomen. Hem verteld wat er aan de hand is. De bedreigingen in de brieven liegen er niet om. Ze zouden afkomstig zijn van zo'n 100 agrarische jongeren. Het is heel simpel. Ik heb het stuk gisteravond op RTV Oost gezien. En toen hebben we ook gelijk actie ondernomen, omdat het gewoon niet bij ons afkomstig is. Het is volgens mij deels voortgekomen uit een bijeenkomst of een protest begin vorig jaar. Wij als organisatie zijn daar niet bij betrokken geweest. Om simpele reden dat wij daar geen belangen bij hadden. Sindsdien schijnen de dreigbrieven verstuurd te zijn namens agrarische jongeren Dalfsen. Wij zijn altijd nog agrarisch jongerencontact Dalfsen Nieuw-Leuzen. Dus ik denk dat daar al een essentieel verschil zit. Wij zullen absoluut niet met dreigbrieven richting personen gaan komen. Gewoon omdat wij altijd open en eerlijk de discussie aan zullen gaan met mensen als we het ergens niet mee eens zijn. Wat vind je ervan dat dit gebeurt? Nou, ik vind het absoluut niet kunnen. En we hebben het gisteravond ook over gehad. Wat zouden we doen als het wel bij een van onze leden wegkomt? En ja, daar is ook uit voortgekomen dat we besloten hebben als het al bij ons weg zou komen. Dat zo'n lid ook gelijk gerooieerd zou worden als lid van het AEK Dalfsen Nieuw-Leuzen. Dit kan niet? Nee, dit kan absoluut niet. Nu heeft u dus in totaal 6 dreigbrieven gehad. U heeft eergisteren een bericht geplaatst op de sociale media. Hè? Ja. Wat is de strekking daarvan? Nou, dat het moet stoppen. Dat wij verder willen met ons leven en niet bedreigd willen worden. En ik ben daartoe gekomen omdat iedereen wel zijn best doet. Politie, justitie. Maar er komt niks uit. En, hoe groot is de impact op u en uw gezin dat u bedrijft? Ontzettend groot. Ik had zelf niet verwacht dat het zo ernstig is. Ja, wat doet het met jullie? Ja, heel veel. Sterkte.